Dit is Media Het Gooi. Duurzaam bouwen in Bussum. Op beelden uit 2007 staat hij er nog een beetje triest bij. De voormalige watertoren van Bussum. Afgedankt. Nutteloos nadat hij in 1990 buiten gebruik gesteld was en in staat van verval. Maar wel tot ver buiten de regio bekend sinds Van Cooten en de Bie hem tot televisiester maakten onder de titel Het horlogeknopje van Nederland. Vanwege die lelijke, geribbelde blikken kop. Die kop is eraf en op 14 november 2009 werd er een nieuwe opgetakeld. De toren wordt helemaal gerestaureerd op initiatief van het Bussums Watertorencollectief. En ze laten er ook nog eens het meest duurzame gebouw van Nederland naast zetten. Wat hebben een watertoren en een duurzaam gebouw met elkaar te maken? Het duurzame gebouw heeft de toren niet nodig en omgekeerd ook niet, maar de combinatie heeft elkaar wel nodig. Omdat we willen het extreem duurzaam kantoorgebouw maken. Die watertoren heeft heel veel geld nodig om daar überhaupt iets van te maken. Dat verdien je nooit terug, dus daar moet geld bij die watertoren. En dan heb je wat volume nodig, wat ruimte nodig om het geheel betaalbaar te maken. Dus ze hebben elkaar absoluut nodig. De duurzaamheid zit hem in een heel aantal aspecten, maar zeg maar het meest opvallende is het energieaspect. Het is een nul-energiegebouw, een CO2-neutraal gebouw, en dat zijn allemaal prachtige termen. Ik zal het kort even toelichten wat het betekent. Een nul-energiegebouw betekent niet dat het gebouw geen energie verbruikt, maar dat het zijn eigen energie volledig opwekt. En een CO2-neutraal gebouw betekent eigenlijk dat de energie die we met het gebouw, met alle installaties erbij opwekken, geen enkele bijdrage leveren aan extra CO2-uitstoot, dus geen bijdrage leveren aan het broeikaseffect. Maar dat gebeurt, begreep ik, door bijvoorbeeld oud frituurvet te verbranden in de installatie. Ja, we hebben een drietal energie, nou vijf verschillende energiesystemen, waarvan één een bio-WKK is, dus een warmtekrachtkoppeling die op bio-olie werkt. En dat stoken we dus inderdaad met oud frituurvet. En dat heeft het voordeel dat het in principe plantaardig is, het is dus CO2-neutraal, maar het is ook al een keer heeft een leven gehad, het is eigenlijk een afvalproduct. Er wordt olie verbrand om elektriciteit op te wekken, maar er komt een bijproduct warmte bij. En die warmte die wordt weer volledig gebruikt. Die warmte wordt zelfs gebruikt om te koelen. Dus daardoor hebben we een heel hoog rendement, omdat je de elektriciteit opwekt en de warmte erbij kunt gebruiken. En ook goed nuttig inzet. De warmte wordt niet weggegooid zoals in sommige projecten gebeurt. Dus dat is de ene kant. De andere kant, we hebben er een windmolen op staan die duurzame energie opwekt. We hebben er PV-cellen, oftewel fotovoltaïsche cellen op die elektriciteit opwekken. Het is ook duurzaam gebeurd. We maken ook gebruik van aardwarmte en aardkoelte. Dus dat zijn al onze energiesystemen bij elkaar. Buiten het energieaspect hebben we ook een heel interessant wateraspect. Er zit geen rioolaansluiting bij de hele watertoren. Hij is ook heel ver weg, 6,2 kilometer ver weg. Dus dat is ook economisch heel interessant dat we ons eigen water volledig zuiveren. Dus ook het toiletwater. Ik denk als je, laten we zeggen, elk toekomstig gebouw in Nederland zou bouwen zoals het watertorencomplex wordt, dan gaat het je niet lukken, hè? Want er is denk ik niet genoeg frituurvet over. Nee, frituurvet zal een keer een probleem zijn, maar je kunt op andere manieren kun je ook met de oude afval bioproducten werken. Je kunt ook met groene stroom. Is er genoeg bioafval om, laten we zeggen, elk Nederlands gebouw misschien wel zelfvoorzienend te maken? Er is een enorme hoeveelheid bioafval. Dat komt uit de landbouw en er zijn ook hele elektriciteitscentrales die op bioproducten gestookt worden. Dus daar ligt niet echt een probleem. Ik denk dat je heel ver kunt komen. Zou je niet eigenlijk moeten streven naar zonne-energie, windenergie, wat dus hier maar op kleine schaal wordt toegepast? Uiteraard moet je proberen daar naartoe te gaan komen. Maar de zonne-energie via PV-cellen is op dit moment nog zo kostbaar dat gewoon geen haalbare kaart is zonder subsidies. Windenergie zou een hele interessante kunnen zijn, maar windenergie in de gebouwde omgeving wordt over het algemeen niet erg gewaardeerd. Wij hadden een grotere windmolen op de watertoren willen zetten, maar dat kan die metselwerkschacht kan dat niet aan. Dus vandaar dat onze windmolen kleiner geworden is en ook onze opbrengst uit windenergie zijn wezenlijk kleiner dan we in principe hadden willen hebben.
Mijn verwachting is dat met 15 tot 20 jaar ongeveer het probleem van de zonnecellen zodanig hebben opgelost dat we de zon volledig kunnen benutten. En er komt ongeveer 10.000 keer meer zonne-energie op de wereld dan wij op dit moment gebruiken op wereldschaal. Dus je kan ook grote zonnecentrales bouwen natuurlijk. Je kunt hele grote zonnecentrales bouwen. Ja, er zijn plannen om dat in de Sahara te gaan doen. Dat is heel interessant, maar daar heb je natuurlijk toch behoorlijk wat stroomverlies onderweg. Terwijl als je het op je eigen dak doet, dan heb je de stroomverlies niet. Dus je doet het efficiënter. Ja, het heeft geen nadeel om het allemaal zelf in je eigen gebouw op te wekken? Nee, het heeft in principe geen nadeel. Hoe zit het met de kosten? Hoe duur is zo'n gebouw? Is het niet veel duurder dan een gewoon gebouw? Het gebouw is in principe duurder door alle extreme energiemaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen die wij treffen. Maar het is wel nog steeds kostendekkend in die zin van we kunnen het ons permitteren. En we hebben zelfs kans gezien om ook daar nog die watertoren, waar echt geld bij moet, om die op te knappen. En dat kun je dus, omdat het is een heel interessant gebouw. De huurders willen er heel graag in. Dat bleek al, omdat het volledig verhuurd was voordat we het bouwvergunning zelfs hadden. En betalen ook een hogere huurprijs dan voor een normale ruimte? De huurders bepalen een wat hogere huurprijs. Maar er staat tegenover dat ze een wezenlijk lagere energierekening hebben. Dus die is erin opgenomen. En die twee samen zijn marktconform. Dus je kan zeggen dat duurzaamheid zelfs wel rendabel is? Ja, dat kun je zeker zeggen. Ja.